Sì, me li sono su dei Goedemorgen vanuit Karuni. Goedemorgen. Kamalita, goedemorgen. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Ja man. Op de wandeling, ja. En dan zo heb je hier een tifikba. Nou, waarom heb ik mezelf in beeld? Sorry mensen. Ik ben er. Dat heb ik dik laten zien. Toen zag ik in één keer mezelf in beeld. Wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn we veilig. En nu een Karuni. Morgen. Dat is goede groeten nog. En rustig, zondag 7:30. Wij gaan straks lopen. Om 9 uur. Ik heb er een zwaar hoofd in. 9 uur gaan we lopen. 8:30. Hopelijk. Want de zon nu al pittig. In mijn rug. Pittig. Hè, waarom draait... Oh, oké. Okay. Het beeld draait steeds. Tot Nessia. Slecht wegdek. Wel een mooi huisje. Prachtig. Dat is wel de kerk, dat is heel fijn, hè? Mm-hmm. Dat is vroeg, hè? Nee, dit is geen kerk. Iemand gewoon die hard op zijn muziek. Hey, tjubi! Erg rustig. Dat werd er net wakker dan. Dat werd er dan. We komen nog daar een paar mooie huizen volgens mij straks tegen. Morning! Mooi net huisje. Direct niet de straat. Samen niet te Het regent keihard in Amsterdam, dan kan je dus nu mooi genieten hier van de lekkere zonnebeelden. En de geluiden van vogels en de haan. Hoe heet dat zo vroeg? Het zit wel gezellig bij elkaar. Mm-hmm. Oh, lekker die schaduw zo. Heerlijk, hè? In je rug.
We moeten nog straks gaan lopen. Het is nu, nu zijn we gewoon even aan het wandelen. Straks ontbijten. Dus wij denken, wij gaan even een stukje lopen. We zien daar heel gezellig de koeien. Van de verkeerde kant van de weg. Hoi. Ziet u de koeien daar? Ja, we gaan aan de andere kant lopen. Ja, het eethuisje. We hadden toen hier gezeten ook, hè? De vorige keer. Gisteren heb ik ook ergens anders. Zijn dat die Afrikaanse man ook hier is, in Caroni. Hey. Ja, is een Afrikaanse man in Suriname. En die gaat naar het binnenland en zo. En hij schijnt in Caroni te zijn, las ik. Is hij op een missie of zo? Nee, hij is een jongen die een soort van vlogger is, die vlogger die overal naartoe gaat. Dus, oké, nou, die meneer rijdt gewoon met zijn stoelen. Hij is een. Hoor je het ook? Zet dansen, moet me denken aan zet dansen. Ze zijn trouwens ook vrij netjes nog steeds, Caroni. Ik zie hier en daar wat blikjes, maar niet dat het een rommelpot dingetje is. Het heeft een lekkere bazuinkoor muziek op of zet dansie. We zien daar de vogels zich aan het verzamelen. Nee, God, ik overdrijf niet als ik je zeg dat het erg zonnig is, hoor. Dat kan ik niet in beeld brengen. Een leuk huisje. Kerk, denk ik. Kerk heeft ook muziek. Hij kwam met zijn stoelen, toch? Die mannen hebben niet heel erg zielig. Ze hebben al dingen. Kroewa. Prachtig plaatje, dit, mensen. Goedemorgen iedereen. Dit is een prachtig beeld. Je ziet er prachtig uit, hoor. Ja, echt, hè? Je ziet achteruit. Is dat niet prachtig, mensen, zo? Nostalgisch. Jullie lopen allemaal mee. Dus dit keer zit niemand in de bus. Cora kan niet zitten. Voor piepen.
Ik zie heel veel mensen. Goedemorgen allemaal. Hilde, Helia, Nel, zeg ik volgens mij. Dat is ook leuk, het groen-witte, hè? Wordt soort van gerestaureerd, lijkt het. Dankjewel, Nel. Wie weet. De zon staat een beetje op. Het is ook heel mooi, hè? En ja, een prachtig huisje. Mooi hoor. Kijk, die zijn die van die dingetjes in de bovenkant, zie je dat? Wat? Een soort van mozaïekjes. Ja. Heel mooi. Goedemorgen. Ja, wat heeft u een mooi huis? Mag ik het even goed laten zien? Mag ik het even goed filmen? Ja. Oh, zijn hartjes. Wat zegt u? Onder die naam is het bekend. Het hartjeshuis. Heel mooi. Wat een zegen om dit te hebben. Ja, gewoon door mijn opa. Okay. Ja, ja? Ja. Het komt van Guyana, dat model. De Marara-stijl. Vanwege die zijvensters. Oh, die zijvensters, dat is de Marara-stijl. Ja, het heeft een gat eronder, hè? Waar? Ah, ja. Daarin zette je, hoe je erin? Je zette je kruik met water, dat werd koud. Oh. Dan heb je die ijskasten. Oké. Okay. Oh, grappig. Dat is vrij oud. Toen was het nog MRS en ze maakten Elektra in Beroen. Oké. Okay. Is dat heel oud dan? Ja, mijn moeder is er. Ja. Mijn moeder was hier, hè? Ja. U bent haar moeder? Ja, zij is mijn moeder. Het ziet er goed uit hoor. Wow. Zo. Mag ik u op beeld brengen? Ja, graag. Het zijn twee mooie... Ik ben van Suriname. Ja, natuurlijk. Ja, ik ken u. Ja. Goed wie ik ben. Kom, zit al hier. Zit al hier. Hier, ik ben een DNA-lid. Wilson. Nu nog steeds DNA-lid? Ja. Kan je voorstellen. Nou, een mooi district heeft u. Ja, maar we vechten nu. Voor behoud. Terecht. En u bent de moeder? Ja. Zo. Nou, hoe jong bent u dan? Hoe raad je hoe oud bent? Mijn woord 78 volgens mij. 78? Ik ben 58. En jullie wonen hier prachtig? Ja. 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 Maar was 10 jaar oud toen het werd gebouwd. Dus het is 77 jaar oud. 77 jaar oud is het huis. En u heeft ook altijd hier gewoond? Nee. Toen ik met mijn 7e jaar ben ik naar hier. Maar toen hadden we een mooiere antieke huis. Toen Martien werd is in het huis gekomen. Toen was het af. Okay. Maar ik ben hier geboren. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Ik ben enigst kind. Maar ben je maar één. Oh. Ah? Ik ben zuinig geweest. Ja. voor Coroni. Voor Coroni, ja. Normaal grote gezin in Coroni. Nee, toch? 10 en 15. Mens. Ja. Zo. Nee, ja, dat ben ik. Ja. Ja. Ah. Mm-hmm. Dus je bent, van welke partij zit u? NDP. NDP. Die beide zetels, dat zijn van de NDP. Oh, ja. Daarna die NDP. Ah, ja. Ja. Het is mijn tweede keer. In het parlement? Ja, de vorige keer was daarna de Ruit gegaan. Na 2 jaar. Toen was ik meer bekend. Oké. Populair. Op de achtergrond. Ja, de media. Al zou je interviews afgeven, laten zien het niet. Het was niet uitgezonden. Ja, nu bent u bij dit is ook een soort van vorm van interview. Ja, Facebook wel. Ik val wanneer u bij uw oudjes bent. En zo kan bij jou de huis hier. Oh ja, en? Het gaat niet goed. Nee? Maar we hebben de zaak geworden, Stichting Zorg. Oh. We hebben de zorg aan Stichting Zorg gegeven, maar het gebouw, mijn organisatie heeft het gebouw. Ja. Maar u mag het dan wel overnemen van Stichting Zorg, want die functioneren niet. We hebben gewonnen, we hebben de case gewonnen. 25 november moet die uitruimen. Ja, en dan gaat u het overnemen met de juiste mensen? We zijn aanwezig. Goed zo. Gelukkig dat de minister ook weg is. Hoor. Want die minister en de directeur, het lukte niet. Welke directeur? Hoe heet ze weer? Van Sociale Zaken. Zij is van de ABOP. En de directeur van PR, dus het ging niet.
Maar dat is iets wat we, waar we vanaf moeten stappen. Ja, welke partij? Het gaat niet door naar de minister. Want als ik hem. Ik zit in de commissie Sociale Zaken. Even iets, ik kan het. Maar welke partij zou het toch niet mogen uitmaken? Of ik nou van de NDP ben of van PL. Het gaat om het belang van Suriname. En dat merk je, het gaat niet. Ik zie dat het we blijven nog steeds. Verkeerd gaat. Maar niet alleen op. Mevrouw, dit is het niveau van ons. Jezus, man. Maar erkent u dat? Ziet u dat ook? Ja, ik had gevraagd om meerderheid in het parlement. Daar word ik er ziek van. Het is ook tijdens de NDP. Ook tijdens Venetiaan. Ook tijdens. We doen, dat is ons patroon. Allemaal. We doen het zo op deze manier. Ik zeg zo, we hebben fouten gemaakt. We hebben fouten. En we blijven erin steken. We doen het steeds hetzelfde. Het wordt een politiek spel in plaats van een landsbelangspel. Ik ben benieuwd of de mensen naar de stembus zullen gaan. Dat is het ook. Echt waar, ik zie niet veel mensen gaan. Nou, en wat mij betreft mogen ze allemaal terug naar de banken. En dat is uw partij, NDP, VHP, NPS, PL. Ja, wie hebben we nog meer? ABOB. Je hebt genoeg gedaan, 47 jaar lang. Laat andere mensen nu komen, hoor. Het enige verschil, kan ik u zeggen, is dat de benadering van de NDP in Coroni, Coronianen toe, de voorzitter, meneer Bouters, is heel anders geweest. Een goede manier. Hij kwam en je mocht naar hem toe. Ja. En hij heeft geleerd, je moet je beun doen. Dan kom je. Maar hoe kunnen... Met eigen dingen. Eigen ondernemingen. Dan, want je weet, heel veel zit bij de overheid. Maar waarom... Het is, ik vind het mooi hoor. Venetiaan, Bouterse, Weidenbos. Waarom zie ik dat niet terug? Als een leider zo goed is, dan zou ik het terug moeten zien in het district, aan de districtsbestuur, aan de RR-leden. Die komen met initiatieven. Coroni had een goed draaiend hotel moeten hebben. Coroni had een goed draaiende scholen moeten hebben, een sporthal. Zoveel dingen. Dus die dingen zijn er, maar ze draaien niet goed. Dus geen enkele leider is, wat mij betreft, kan de credits nemen. Want anders... Nee. Kijkt u op, onderweg naar Coroni, niet eens één... Ergens tussendoor heb je een bedrijfje, zeg van, maar een klein restaurantje deed. Ja, is waar. Nee, niets. Ja. Het was er, maar ze blijven niet bestaan. Mm. En hoe komt dat dan? De mensen hebben soms problemen met de mensen die met ze werken. Dat probleem. We zijn meer een hosselmentaliteit. Even hosselig helemaal. En we zijn een partij, we denken partij. We denken in partijstructuren. En niet in landstructuur. En daarom komen we niet. 47 jaar, mevrouw Wilson. Dit is het rendement, hè? Ook al zegt u tegen mij, nee, de NDP. Ook al zegt Venetiaan, de NPS. Ik zeg, kijk naar 47 jaar rendement. Ik hoef niks te zeggen, ik hoef alleen maar te kijken. De feiten liggen daar. We hadden de staatsolielaars op bezoek. En ik heb een artikel eergisteren. Geschreven? Geschreven. Oh, dan moet ik het nog gaan lezen. En daarin geef ik aan wat we hebben geventileerd in de meeting. Want ze zijn ons komen melden dat ze nog 3 boringen gaan doen. En we hebben heel veel vragen gesteld. En het onderzoek dat ze naar ons toe hebben gestuurd, heeft een heleboel mankementen. Is nog niet volledig wat we van nu. En we zeggen, hoe kan niemand jou controleren? Ja. Terwijl jij denk beter equipped bent qua kennis. Dan niemand. Dus het gaat niet. En een andere. Organisatie ILACO, daar kijken we niet zo... Bent u niet zo tevreden over? Nee, wij in corona niet. En natuurlijk zijn we zo zuinig op onze zwam dat nog maagdelijk is. Ja. En ze gaan boren, niet ver van Petunia Reservaat. En dat is een beschermd gebied. Dus daar was er ook iemand die gewerkt heeft bij Conservation Foundation. Ja. En die zegt, kijk, tijdens onze tijd is dit gebied tot een natuurreservaat goedgekeurd. En hij heeft gewezen op de gevaren. Mm. Maar dat is in contact met de Kopenhagen rivier. Als daarin via de boring iets verkeerd gaat, zijn die boten niet op tijd hier om ons weg te brengen. Maar we zien het toch terug in... wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Zijn ze geweest om u mede te delen? Of is het gewoon om te kijken hoe jullie er tegenover staan? Mededelen en kijken hoe het tegenover staat. Omdat de andere twee boringen op de reden van de gaan moeten plaatsvinden. Hebben de mensen toestemming gegeven? Nee, nog niet. Oh, zover is het nog niet.
Maar toen hebben we ze aangegeven, luister, dat wat je hebt gepubliceerd, mankementen zitten erin. Ja, dus we gaan er niet mee akkoord. Dus we gaan er niet mee akkoord. Dat er geboord wordt zonder het gedegen. De titel is Suriname, corona verwelkom. De telefoon is het staat olies, maar we blijven kritisch. Oké. Zeker, zeker doen. Ja, want... Ja, we hebben ook gezien, staatsolie, Saramak hebben we niet gezien. Ik zei, en dat gaan we niet. Nee. Wij willen weten wat blok 58 hier voor corona. Ja. En in 2028 gaan ze over tot exploratie. Ja. Wat is die local content? Precies dat. En wij hier, de mensen weten niet wat die term betekent. Dus een mooie taak voor u? Ja, voor mij. Om te zorgen dat de mensen op de hoogte worden gesteld. Ik heb die vraag ook gesteld aan de heer Jekisser over de local content. Wij ik heb ook, een interview met hem gehad. Ook. Ja, die SER is geen wet. Gaat die nog steeds niet in het parlement. En ook de aanzien van die raamwet, milieuraamwet, dat is aangenomen. Zijn er nog een heleboel wetten? Ja, die nog niet in place zijn. Die nog in place zijn. Dus ik heb ook gevraagd aan staatsolie, hoe gaat het dan? Die boringen, de 58, wanneer komen die wetten op de agenda in het parlement? Dus u moet blijven hameren op die wetten? Ja. Oké, dan kan ik u gelijk vragen. In 2014 is er een geweldige wet aangenomen, dacht ik, de eerste regering Boutersen Amarali, een wet opvanginstellingen. Prachtige wet, alles staat erin. Ja. 2014, u hoort het jaartal? Ik ken het. 2014? Ik ken het. En nog steeds is er geen raad van toezicht benoemd. Hoe kan dat? Nog steeds geen raad van toezicht. Ik kan niets doen met die wet. Want mevrouw Simons gaat erop praten dat tijdens haar hamer heel veel wetten zijn aangenomen. Maar als die wet geen body heeft, kan ik er niks mee. Kunt u zich hard maken voor die wet van 2014? Dat er raad van toezicht wordt benoemd. Zodat ik precies kan gaan als burger om aan te klagen al deze figuren zoals Son... Ja. Die senioren burgers niet goed behandelen. Niet goed behandelen. Kindertehuizen. Ik heb een ander woord ervoor. Die van corona heeft hij verhongerd. Ook in de stad. Is de corona en die man loopt nog steeds vrij rond. Ja, en de coroniaan brengt nog eten. Voor de coroniaan verzorgt het. De coronianen verzorgen het bejaardenhuis. Ja. Omdat wij als Tabeko nog niet in actie kunnen komen. Zolang we die case niet hadden geworden. Maar eindelijk, hij mag ontruimen 25 november. Tot 25 november en Sabeco zal overnemen. Maar wat about een strafrechtelijk onderzoek instellen naar de praktijken van deze meneer? Het zou geweldig zijn. Maar waarom pakt u dat niet op als parlementariër? U mag weten, alles wat daar is gebeurd, heeft de DC van Coroni een man. Geweldig. En de directeur van Sociale... Sociale... heeft ook een man. Maar men doet niks. En alles, de hele correspondentie. En ik zit in de commissie, sociale zaken, vaste commissie. Mevrouw. Mevrouw. En ik heb het doorgegeven. Onze advocaat heeft geschreven naar die oude minister, die nu er niet meer is, geschreven. En we hebben nooit antwoord. Die oude minister welke? Van sociale zaken. Die is overleden nu? Nee, is nu... Hij moest aftreden, gaan naar die... Oh, Ramsaran. Ramsaran. Die schoen was te groot voor de heer Ramsaran. Hij kon het niet aan. Heeft hij nooit gereageerd op het schrijven van de advocaat van Stabeko. Maar ga ik zometeen uw nummer noteren als u voor me wilt schrijven? Ja. Of u kunt mijn nummer nemen? Ja. Want als u in de vaste commissie zit van sociale zaken, moet ik bij u zijn en ga ik u stalken. Ja. Want wat er gebeurt binnen onze sociale zorgen... Ik weet het. Hé, mevrouw, en ik ben zeer kritisch. Soort partij, u abi, het maakt mij niet uit, hè? Maar wij weten hier in corona dat... Ik ben bekend als Tante Joan. Mooi zo, Tante Joan. Geweldig. Want meneer Luku partijkleur, ja, mevrouw Joan. Meneer Luku, Sana Landsbelang. En... We hebben ook sociale zaken uitgenodigd. Kom hier een controle doen, want het gaat niet goed. Ik heb ze toch ook gevraagd om te komen? En sociale zaken, zeg maar, ze hebben geen geld voor vervoer. Exactly. En wij gaan terug in het schrijven en zeggen, luister, wij betalen alle kosten. En toen was het stil. Ja, heb ik zelf nog met BOG, mevrouw? Ik heb gezien, toen ben je hier gebracht naar de Marouinestraat. Ik ben naar BOG, hebben geen benzine, ik zeg, betaal u benzine voor u. Ik heb benzine betaald. Tenminste was BOG voor mij, want we waren sociale zaken. Toen wij als Tabeko gezegd hebben, zwart op wit, wij komen op voor de kosten, maar kom die controle doen. Want Tabeko heeft het bejaardenhuis, dat bekend is onder huiseljoenen, niet gebouwd dat bejaarden hier honger gaan lijden. Ja, en Tabeko staat voor? Stichting Algemeen, bejaarden, behoeftigen en jeugdzorg corona. Ook zit u ook in jeugdzorg?
Hier. Ik zit in die stichting. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan moet ik bij u zijn. Ik ben voorzitter geweest. Ik ben nu de secretaris. Oké, okay, dan moeten we tante Jong. Mag ik u schrijven aan nummer of tik mijn nummer alstublieft? Jawel. Want dan we op contact. Ik volg u hoor. Mooi, oh, mooi zo. Nou, maar volg u nou. Ja, in december hebben we een begrotingsbehandeling. Oké, okay, nou, maar volg. En dan heb ik spreektijd. Oké. Okay. Want daarmee zitten we. Ai. Maar dat is overal zitten ze met spreektijd. Dus het onder de NDP kregen ze weinig spreektijd. Nu onder de VHP kregen ze weinig spreektijd. Als dat nou wat spelletjes zijn, we play. Als dat moest gebaan. Ja. Ook alleen bij de begrotingsbehandeling kan ik dat ding doen. Gelukkig. Nee, u kunt ook constant een brief sturen naar de voorzitter. U kunt constant. Dat is uw taak als parlementariër. Constant. Hoe lang heeft het parlement hier ingekomen gestukken behandeld? Wel, dat wordt ook als aan meneer B. Mobel. Maar bel me naar B. Hoe lang? Ingekomen stuk. Hoe lang hebben we dat niet behandeld? Mijn nummer, mevrouw tante June. Want als aanvoorzichtingszorg, dat ding moet onderzocht worden strafrechtelijk. Strafrechtelijk. Mensen die niet betaald worden, hè? Hij heeft aangegeven dat die man geld ontvangt. Ja, hij ontvangt geld, mevrouw. Ik heb het. Hij zal nu naar dan. Krijgt hij geld van de cliënten van sociale zaken? Ik ben gebeld door Nikeri. Nikeri heeft mij gebeld dat ze hun geld niet kregen. Hij staat er niet. En meneer heeft een mooi appartement, is hij aan het bouwen ergens. Moet ik het adres geven dat u graag filmen? Juist, want ik. Goed zo. Want dit moet afgelopen zijn. En zuster, mevrouw tante Joan, als u in het belang denkt van Suriname, niet eerst in de plaats de NDP, dan zeg ik wil ik samen. We moeten partijbelang moet ondergeschikt zijn aan 's lands belang. U mag uw politieke kleur hebben, maar het mag nooit en nog nooit prevaleren dan 's lands belang. En mijn motto is, niemand komt hier in corona voor ons doen, we moeten het zelf doen. En zo is dat. En mijn motto is samenwerken zonder ego's. Wat is uw naam? Gloria Botso. Ja. Dat vind je mij eens aan mijn ja, kletsje. Nee. Nee. Sorry. Ik heb het even bevat. Past een beetje mooi zo. Ik heb het niet fijn. Mm-hmm. Tante, met bij oma Sigham. Mm-hmm. Oma Sigham is het, ja. Nee, want wat, ik ben laatst gebeld. Plus 31 is een WhatsApp van mij. Plus is een Nederland. 6 27 00 31 03. Oh, je moet het ding hebben om dit nummer te onthouden. Nee, ik wat je af. Ja. Mag ik u een miscall geven? Straks, nu nog niet, ik ben nu, of juist. Maar dan gaan we, kijk, wat ik, maakt niet uit, waar ik naar op zoek ben, ik heb een slogan, vrijdag heb ik voor mezelf gemaakt, ik heb een t-shirt al gemaakt, het heet Bondru Futrong Wang. We moeten gaan samen bundelen. Yes, ik heb mijn mooie vuist en ik heb het gemaakt, gisteren is mijn t-shirt af, Bondru Futrong Wang. Uw politieke kleur moet niet eens interesseren. In corona. Suriname. Heb ik dat kunnen tonen in corona? Suriname. Mensen vonden me wel een beetje vreemd, want mijn vrienden zijn geen NDP'ers hier in corona. Nee, u mag uw kleur hebben. Ik heb een hele stap afgelegd. Hè. Ik ben gewoon als secretaris van de NPS in corona. Oh, NPS, ja. Mimobo uit NPS, en als kind. Ik ben kandidaat geworden, mijn eerste kandidaatschap DR van de SPA. Ah. En daarna ben ik kandidaat geworden DNA in 2000 van de NPS. En daarna in 2005 van DNP 2000. Mm-hmm. En in 2010 ben ik teruggegaan met meneer Weidenbos naar huis in 2009. Naar de NDP? Ja, naar de NDP. Oké. Okay. Ja. Ja. En toen ben ik daar kandidaat geworden van DR. Mm-hmm. Ben ik binnengekomen als ik de ondervoorzitter van de DR. Ik mocht die hele decentralisatie meemaken. 2015 ben ik DNA-kandidaat geworden. Ben ik niet binnengekomen. Maar dat is meneer Tanari na 2 jaren. Ze hebben gezeten in het parlement eruit gegaan. Die zei, commissaris. Geworden ben ik in het parlement gegaan. En in 2020 heb ik voor het eerst mijn eigen zetel gewonnen. Oké, okay, geweldig. In 2025... Een maand voor de verkiezen word ik 60 en ik bedank. 2025? Ja. Gaat u stoppen? Ja, ik stop. Ik kom terug naar corona,
Want ik wil werken aan het meldpunt. Dat ik mm-hmm. wil opzetten. Goed zo. Goed zo. Het is vreselijk achteruit gegaan. Ik ben verhuisd uit Baal van Leerkrachthulp Psychosociaal Fonds. Oké. En het bejaardenhuis. Ja. Dat ik heb gebouwd, dat gebouwd. Ik heb twee goeroes. Omloedi Trustful, Weiland. De eerste bejaarde verzorgster van Coroni. Tante Norine Bendanon. Ja. Oom Nipte, hoofdinspecteur Nipte. Allemaal zijn Weiland. Nou, fijn dat u hun naam noemt. En wij zijn de jongeren overgenomen. Mooi. Eén persoon is overgebleven. Dat is tante Elcita Boldewijn. Zij alleen is er nog. En ook meneer Toluut. Ja? Dat zijn, is een broer van de bekende Letitia Friesde. Die zijn dus Tom Futu. Grondlegger. Juist, juist, juist. In 1998. Ja. Is Tabeko opgezet. Ja. Oké. Okay. We zijn nu 25 jaar verder. En er is een jonger bestuur. Zij hebben gezorgd dat toen zij er nog waar wij erin kwamen. Alleen dat we konden leren van hun. En samen met hun is dit bejaardentehuis. Zij zijn de fundatie geweest. Om een bejaardentehuis. Ja, en ik was erbij. Want ze zeiden, jij zou de voorzitter moeten worden om door te gaan. Ik heb 7 jaren in het tweede bestuur gefunctioneerd als voorzitter. En in december 2022 heb ik overgedragen. En hebben we nu mevrouw Dracita Tolis als voorzitter. Ja, de senioren, burgers, de mensen met een beperking en kinderen zijn de kwetsbare groepen waar ik mijn hart voor wil maken. En eigenlijk de staat wil aanklagen vanwege al de jaren van neglect. Men heeft zich gecommitteerd. 2014, mevrouw, wordt een wet aangenomen. 2014! En nog steeds geen raad van toezicht benoemd. U wist het niet, wel, dan weet u het nu. Gaat u ze voor mijn hart maken? Ja, weet het nu ook. Zo weet ik, blijf het. Ik heb het al heel veel keren gezegd. 2014, 10 jaar na dato, nog steeds geen raad van toezicht. Wat is dit? No. Onze kwetsbare groepen, ik maak me er hard voor. En ik vind, er moet een strafrechtelijk onderzoek komen naar de praktijken van meneer Gemerts van Stichting Son. Dus gaat u, ja. U heeft die ingangen eerder dan ik. Want u moet gaan. Dit is geen toeval, hè? Ik heb die ingang, maar luister dan. Dan gaan we ze bossen. We gaan dingen bossen. Gewoon bossen. Dit is geen toeval. Ik geloof in God. In Jezus Christus. Ja. Het is geen toeval dat ik u ontmoet heb. Dat betekent, dit moet body gaan krijgen, mijn tante Jonas. Ja, men rekent op mijn app later op mijn dag. Ja, geniet van uw mooie huis. Dank u. Ja, het is prachtig. Dank u voor je tijd. Oké, wij moeten teruglopen. Hè? Kijk, heel mooi. Heel mooi. Het hartjeshuis, men. Ziet u die hartjes daar? Mag ik het filmen, bedoelt u? Ja. En waarom is het zo? Omdat de aannemer het nooit heeft overgedragen, omdat ze het nog steeds niet hebben betaald. Sinds eerste regering. Je filmt niet. Sinds eerste regering, zo, eerste regering. Eerste regering Bouter. Ook Karning is gewoon regering Bouter. Is toch niet erg, is het waarheid. Zolang het maar waarheid is. Ook aan meneer Bouter en zo, maar. Even. En het. Maar dat is die kerk, toch? Ja, dat is die kerk, ja. En daarnaast bedoelt u? Ja, dat groot gebouw daar. Oh. Het is nog steeds niet overgedragen omdat het niet betaald is. En ze durfden niet te zeggen door de eerste regering boten. Dus, ik bedoel, zolang ik maar geen leugens vertel. Ja, dat is jammer. We spelen allemaal politieke spelletjes. Het is een mooi gebouw. Even snel rennen om te kijken. Die kerk is ook heel mooi. Die wordt gerestaureerd zo te zien. Ja, maar ze zegt, die meneer heeft het niet overgedragen, die aannemer. Want hij zegt, jullie hebben me niet betaald. Sinds de regering, eerste regering bouwt dus 2010. Toch? Of niet? Ja, 2000. Maar is dat kloppend wat ik zeg? Of zomaar met Akwanzani? Ja, nee, 2010. Sinds eerste regering. Het is een mooie kerk, die wordt gerestaureerd. En dit is het logeerhuis, zegt ze. Dat opgeknapt moet worden, maar de aannemer die is niet betaald. Dus die zegt, ik snap het niet. Ik draag het niet over, mijn ook is mijn money. Dus dat is dan even Pieter noemen. Sinds 2010. We zijn nu in 2023. Kijk u eens. Wederom. Hebben mensen waarschijnlijk wel geld verdiend.
Ja, Coronie is schoon. Het is ook een mooi gebouw hier. Het is ook een mooi ding hier. Wat is dit? Renovatie. Wat is dit hier? In het kader van het gemeenschapprojectenprogramma van het ministerie van Financiën. In samenwerking Coronie in gebruikname 2023. Het cultureel centrum Coronie, door de president geschonken, zijn excellentie staat ook hier in gebruik. Oké. Het gerenoveerd cultureel centrum is wel mooi. Nou kijk, dat is wel mooi. Mooi gebouw. Ze is pas afgeleverd in 9 september 2023. Ja, cultureel gebouw. We gaan nu richting... kerk die hier gerenoveerd wordt. We moeten even doorlopen. Het is 8:10. Waar een wandeling goed voor was. Straks een app van mijn zuster, tante Joan. Nou, we kijken. Doei! Doet u me straks een app, hè? Abo! Ja, ja. Kijk, als ik zo ga lopen achteruit. Kijk eens hoe prachtig. Kijk eens hoe prachtig. Ik ga niet te lang achteruit lopen, mensen, maar dat wil ik even laten zien. Ja, de mensen moeten bij elkaar komen. Ik heb een t-shirt, die ga ik straks even droppen. Dat jullie zien dat niemand het kan gaan stelen van me. Nou ja, mensen mogen het idee stelen. Ik heb er geen patent op. Maar ik ga het t-shirt laten zien, ik heb laten maken. En ik moet het gaan halen vandaag. Het is af. En mensen van verschillende partijen, want ik zei toch, ik ben op zoek naar degene die verbindt. Een leider die verbindt. Maakt me niet uit welke politieke kleur u heeft. Wat is onze gemeene deler in Suriname? En wanneer we nou loskomen van Akatibo denken. Als ja, mami, ja, ik ben niet van de NPS, ik ben van de NDP. Nee, ik ben niet van de NDP, ik ben van de VHP. Nee, ik kan niet werken. Ja, zo worden we nergens, komen we nergens. Onze politieke kleur mag ontwikkeling toch niet in de weg staan? Hoe in godsnaam is het mogelijk? Marianne die vertelt, die werkt bij de overheid. Of er nou welke regering er is, er nou, of er VVD wint of PvdA wint. Het beleid gaat gewoon door. Hier en daar wat aanpassingen misschien. Maar in Suriname is het gewoon, omdat ik niet van jouw partij ben, dan ga ik je saboteren. Dat is toch dom denken? Ja, sorry mensen, ik ga gewoon zeggen, dom denken. We zien het wat het ons heeft opgeleverd. Precies 10 keer niks. Alleen maar ellende. 47 jaar lang. Gesteld. Hij plaatste er altijd. Hij komt
ook uit Coronie. Dus, het is heerlijk rustig. Maar dat is sowieso op de zondag in Suriname, mensen. Dat het een echte rustdag is. Mijn hond, je denkt, zo eruit. Ik lig ook lekker hier in het zonneschaduw. Tore faya, tore faya. Next to 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 faya. Next Gloria Botse. Ja. Radio. Ja. Oh. Zusje van Roy Botse. Mijn vader heeft hier, een zus van mij zelfs hier geboren. Mijn vader heeft een tijdje hier gezeten. Ja. Commissaris heb ik hem. Commissaris Botse heb ik hem. Leo, maar dat is zijn oom. Ja, niet, maar nee, mijn vader was niet dus commissaris. En een politieagent heb ik hem. Oh, oké. Okay. Hier in Coroni? Nee, dan zijn de broers hier met elkaar. Tori en Taki. Ja, ja. Wordt er met een toner, Ronnie. Oh ja. Om als... Ik heb dat maar met de Ronnie. Om... om Sjaak. Ja. Hij was district... Oh ja, om Sjaak was ook districtscommissaris, ja. Kijk, mevrouw William Botse, wat van... Was het Piet. Oh ja? Ja. Oké. Je hebt allemaal broers. Hoeveel broers? Ja, allemaal broers. Hoeveel broers zijn er? Er zijn een paar voor gegaan. Hoeveel broers waren er in totaal? Dit is de rest. Hoeveel broers? Ja. Hoeveel broers hadden jullie totaal? Vijf, zie ik. Plus drie. Dus acht broers? Ja. Zang! Ik heb vijf zonen. Vijf. Ik ben bezig geweest. Hard gewerkt. Hard gewerkt. Vijf zonen, inderdaad. En als ik vijf zonen heb dan? Ja. Ik zie er slechter uit. Nee. Oh. Sorry, jongen. Weet je wat? Ja, die is grappig. 63 wanneer? Kwangala, over 2 jaar 65. Jong bloed. Jong bloed, ja. Aboe heren, nog sterkte. En dank u wel voor jullie gastvrijheid. En wat een mooi district. Schoon, netjes, rustig. Aboe heren. Dat is heel spontaan. Dat is ook weer echt in Coroni. In Suriname, we zijn over het algemeen wel vriendelijk. Alhoewel je zo bijna zou denken de laatste tijden. Dat het een beetje eraf gaat. Carmelita is zelf doorgelopen. Die denkt, ik loop door. Jij kletst te veel met mensen. En ik moet nog een stukje lopen. Als het goed is, beginnen we om 8:30 te lopen. Maar ik zal u vertellen, de zon. Ik kan nog even niks lezen, mensen, van comments. Omdat ik natuurlijk loop en moet kijken waar ik loop. En tegelijkertijd een zonnebril op heb. Vanwege die zon die
helemaal in mijn gezicht schijnt. Het is natuurlijk de beste tijd om te lopen in deze zon. Morgen! Vitamine D. Wat een rust, mensen, wat een rust. Goeie man, zo vroeg. No, zo vroeg je draai. Je mag meelopen hoor. Ja. Meneer Riasson. Lekker netjes. Gras verbrand. Oh, lekkere lucht. Eens kijken, hoe mooi. Kijk hoe netjes. Kijk eens. Ze waren net bezig je schoon te maken. Prachtig. Politie. Meneer is aan het schoonmaken, zoals je ziet. Lekker zijn erf geharkt. Prachtig hoor. Schoon. Morgen. Jou moet ik zo spreken. Het is een zuur woordje, appeltje. Ja. Goedemorgen. Oké, mensen, niet iedereen... stelt het op prijs om gefilmd te worden van de hash. Dus ik ga, voor ik de trein op ga, ga ik even eruit. Ja, het is een heel apart wandelingetje geworden. Iets heel anders dan ik had geanticipeerd. Nee, ik heb geen muggen gevoeld gisteravond. Reuze meegevallen. Goeiedag. En kom ik hier toe, ik heb genoten van een heel andere wandeling, maar ja, je moet meegaan met wat je gepresenteerd krijgt. En ik heb nu contact, dus we gaan het zo doen. En misschien, zo meteen gaan we ook lopen. Dan zorg ik dat ik een beetje achterloop en dat jullie meeneem gewoon op de loop naar in Koroni. Op de openbare weg kan niemand me verhinderen om te filmen. Yes, dank jullie wel. Ik neem jullie straks mee, Hilde. Cora, nogmaals, je kan niets voorin dringen, want we gaan lopen. Dus je kan niet me zitten en me pletten tegen de deur. denk jullie hebben genoten? Oké, fijn. Oké, dan zien jullie straks. Stay tuned. Later.